We zijn net Westerschelde overgevaren. En we varen nu de middensluis in Terneuzen binnen. Samen met een ander schip gaan schutten. In de muur pakken, ik denk dat dat gaat. Het scheelt veel werk. Jezus. Alles hot, mevrouw? We gebruiken in dit soort situaties onze kopschroef, ook met geladen schip. Een stuk eenvoudiger, anders moet je nogal een stevige draai maken. Gaat wel zo snel zijn, dan staat hier water genoeg. Soms moet je het jezelf makkelijk maken. Ook hier varen we dus in een Marifoam blokkanaal. Een Marifoam kanaal 11 staan voor het hele kanaal, vergeet naar Terneuzen. Er wordt hier een nieuwe sluis gebouwd, dus vandaar al die hijskranen en al die werkzaamheden. Het kanaaltje waar we nu doorheen varen is dan ook volkomen tijdelijk waarschijnlijk. Het kan hier soms een beetje zootje zijn, en vooral 's nachts donker, enorm veel lichter. Komt hier op het kanaal ook heel veel zeevaart. En daar gelden speciale regels voor. Er is ook een apart reglement voor het kanaal van Gent naar Terneuzen. En zo mag je bijvoorbeeld bovenmaatse zeeschepen of het Nederlands gedeelte niet oplopen, dan moet je achterblijven. En er zijn nog wat meer van dat soort regels. Bijvoorbeeld de lichten op de bruggen kunnen wat verschillen. Het is wel verstandig als je hier gaat varen dat je dat reglement even heel goed doorleest. En dit is dan zo'n bovenmaatse zeevaart. En het begrip bovenmaats verschilt een beetje per vaarweg. Hier op dit kanaal zit een groot schip, maar bijvoorbeeld in Rotterdam is het maar een heel kleintje. Dat is nogal verschillend. Je ziet dat hij vrij veel slepers heeft. Twee voor, zo'n straks zit er ook een eentje achter zit. Dat is waarschijnlijk omdat het toch nog redelijk hard waait. We zijn met windkracht 5 net over de Westerschelde gekomen. En er wordt 6 verfrissing afgegeven. Langzamerhand donker te worden. Het is natuurlijk ook maar pas maart. En hier aan stuurboord zie je de jachthaven van Langebrugge.
zijn hier bijna bij de invaart van de ringvaart. Aan de stuurbord, bakbord zien een scheepsloperij. We hebben ons gemeld voor de ringvaart. En er komt niks aan. Dan ga ik nu iets uitleggen over onze besturing, onze piloot. We sturen het schip met een hendeltje. We hebben niet eens een klassiek stuurwiel. Verder hebben we een roerstandaanwijzer. Die laat gewoon zien hoe het roer staat. En we hebben een bochtaanwijzer. Die laat zien hoe snel het schip draait. En zonder nou een hele cursus rivierpiloten te gaan geven. Maar het komt erop neer dat ik twee dingen kan doen. Ik kan of op weg afhankelijk zetten. Dan is de stand die ik op het pookje aangeef. Is de stand van het roer. Of ik laat de piloot zelf de bocht maken. Waarbij ik via het pookje vertel hoe groot die bocht dan moet zijn. Nu staat hij nog op piloot. En hier zet ik hem op weg afhankelijk. En dan kan je goed zien hoe hard het schip draait en hoeveel roer en tegenroer ik geef. Een zo sterke bocht kunnen we op de piloot niet maken. Dat moet op handbediening. En vergeet ook niet, natuurlijk veel massa. Dus dat zet door. Dus je moet al vrij vroeg beginnen met tegenroer te geven. Om dat ook weer te compenseren. Zo, de bocht is nu grotendeels gemaakt. Dus ik zet hem nu weer op piloot. En dan kan hij zelf voor tegensturen zorgen. Dus dan hoef ik hem verder niet meer mee te bemoeien. Dit is de ringvaart. Die loopt in principe helemaal om Gent heen tot aan de Schelde. Maar dat stuk gaan we niet helemaal varen. We gaan nu naar Sluis Evergem. Maar dat gaan we niet meer halen vandaag. We komen na sluitingstijd bij de sluis. Dus daar blijven we liggen. Geen banden of zo tussen, dat komt toch niet verder. Ja. Ja, kan dat nog wat vaker? Ja.
voorwaarding op slot?